Nummer 8 VVSB speelt thuis in het paarsgeel tegen Koninklijke HFC. En beide ploegen zijn in vorm. En Koninklijke HFC wil dat meteen bestempelen met het doelpunt. Gert-Jan Tameris komt achterwaarts tegen de paal. Valk kon daar niks aan doen. En dus blijft het 0-0 in die openingsfase. Dan gaat Roy Kastien achter de bal staan. Met een goede voorzet. Bal wordt eruit gehaald. Boer, die stond er nog en die wordt neergelegd en krijgt een penalty. Van de scheidsrechter Alex Bos. Maar is dat wel een strafschop? Zwart, centrale verdediger, klaagt. Maar kan klagen wat hij wil. De penalty blijft staan. Zwart krijgt hem tegen zijn been aan en dan is de overtreding gemaakt. Het is een kleine overtreding, maar er wordt een penalty voor gegeven. Dus mag Roy Kastien achter de bal gaan staan. En hij maakt zijn 14e van het seizoen. HFC op voorsprong. Het is al 4 duels op rij ongeslagen. En VVSB won al 3 keer op rij en moet dus in de tegenaanval. Hier is Mitchell Teuns. Hij scoort eigenlijk bijna nooit. Hij speelt ook bijna nooit, maar de laatste weken is hij in topvorm. Al 2 goals nu in 3 wedstrijden. En hij maakt het weer spannend op de Boekhorst. 1-1 is dan de ruststand. En in de tweede helft wordt het wat grimmiger. Teuns krijgt een tackle van Sterling. Dat lijkt me toch een overtreding. Wordt niet gegeven. En dan Thomas Arroyo. Wat is dat voor een overtreding? Direct rood op Roy Kastien. Hij wordt van het veld afgedirigeerd en dus moet VVSB verder met 10 man. Kan het met 10 man die mooie reeks van 3 overwinningen op rij wel voortzetten? Mooi de bal laten lopen door Pauw. Van der Wilde trekt naar binnen. Ruim een kwartier voor tijd en Boer raakt de bal aan en dan is het 2-1. Tegen 11 met 10 en dat is knap. Maar echte kansen heeft VVSB deze wedstrijd niet gecreëerd. Het zijn halve kansen en die gaan er allemaal in. 2-1 voor VVSB. Het zal toch niet dat HFC het zich laat gebeuren. Maar het is VVSB na de rode kaart dat gewoon door kan gaan met Tommy Bekooi. De redding is er maar net, ter nauwernood van Boks. En dus gaat VVSB winnen van HFC. En dat is knap met 10 tegen 11. Maar leuker is nog dat het gelijke puntenaantal nu is vergroot naar 3.